geweldig. Niet normaal. Niet te beschrijven. Niet normaal. Jongen, jongen, jongen. Wat een feest. Hard voor gewerkt. Hele jaar door. En nu gewoon gered. Eredivisie. Ja, geweldig. Moet je kijken. Niet normaal. Marnix Kolder, de all-time topscorer van Sportclub Veendam. Hij is de leider van Go Ahead Eagles. En hij weet dat het in de return tegen Volendam niet mis kan gaan. De eerste ontmoeting 3-0 voor Kolder en zijn mannen. Dan toch, dat moment van onzekerheid. Volendam komt vroeg op 1-0. Het zal toch niet een riante voorsprong uit handen geven. Het kan. De bezorgdheid bij Eagles. En Kolder, hij stuurt de krijgers van Go Ahead Eagles aan. Praat op ze in. Niet terugtrekken in de loopgraven. Nee, vooruit. Aanvallen. Bezorgdheid niet nodig. Kolder is rustig. Hij weet, het komt goed. De jacht naar succes, naar erkenning. Hij en zijn mannen worden beloond. Dit was de belangrijkste wedstrijd van mijn loopbaan. En we hebben goed, met goed gevolg afgesloten. Dus geweldig. Geweldig. En wat nu? Ja, Eredivisie. Feestje, een paar dagen. Twee jaar geleden door Sportclub Veendam aan de kant gezet. Kolder zou zijn voetbaldagen gaan slijten op de velden van de amateurs. Maar toch kwam er die kans. Go Ahead Eagles. En zie, twee jaar later beleeft hij het hoogtepunt uit zijn carrière. Zo diep bij die mensen heb ik de afgelopen weken wel vernomen. Die hunkeren er gewoon naar succes. En nu hebben ze succes. En nu gaan we de prijs ontvangen.